Jelle Travers, een klein beetje een thuiswedstrijd voor jou vanavond. Ja, zeker. Als ik supporter was, zou ik op de fiets komen. Waren er veel bekende kijken? Ja, volgens mij wel. Ik heb nog niet veel gezien eigenlijk, maar ik hoorde dat een paar vrienden kwamen en familie. Dus dat is altijd leuk. Hoe kijk je terug op de wedstrijd vanavond? Ja, we stonden op zich wel goed eerst. We stonden goed. Ik heb de tweede helft niet helemaal kunnen zien, maar de eerste helft denk ik dat we goed stonden. Het is geen slecht team waar we tegen hebben gespeeld en hun zijn langer in de voorbereiding. Nee, dat we het naar behoren hebben gedaan eerst zelf. De eerste helft hebben we het goed gedaan, denk ik. We hebben 1-0 gewonnen, zoals je kan zeggen. Want de tweede helft speelde natuurlijk met de 11 anderen. Maar we hebben het goed gedaan. We moeten natuurlijk nog wel wennen aan elkaar, maar ik denk dat het al snel gaat. En defensief stonden we goed. Aanvallend moeten we een beetje op elkaar inspelen, maar je ziet dat het steeds beter wordt. Als je zegt van het begint al een beetje wat meer te komen, waarin zie je dat dan terug? Ja, gewoon de looplijn en weten van elkaar wat je doet. En dan moet beter ook afgestemd worden. En daarin zie je dat. En als je even kijkt naar je eigen spel, vanaf de kant, je maakt een hele fitte indruk. Is dat ook zo? Voel je je heel fit? Ja, ik voel me heel fit. Ik ben tenminste goed teruggekomen. Ik heb voor mezelf getraind. Maar voel me heel sterk. En ik denk dat het wel aardig ging. We hadden niet veel de bal, maar die ballen dat we hadden, hebben we toch wel wat kunnen doen. Ik denk dat het ging wel oké, het ging wel goed. En ik hoop alleen maar sterker te worden in deze voorbereiding. Om weer gewoon een volle seizoen te kunnen voetballen. Je kwam natuurlijk in de winterstop deze kant op met natuurlijk hele andere plannen voor het tweede seizoen zelfs dan die uiteindelijk gelopen is. Zorgt dat nog op een bepaalde manier dat je je nog extra wilt bewijzen of in hoeverre speelt dat dan voor jou mee? Ja, het belangrijkste is fit blijven. En dat was ik vorig jaar niet. En als ik fit ben en elke wedstrijd weer kan voetballen, daar word je sterker van. Uiteindelijk de voorbereiding heb je nodig om sterker te worden. En de wedstrijden word je alleen maar nog sterker van. En vorig jaar heb ik geen voorbereiding gehad. Ik ben in de winter gekomen. Dus ik hoop gewoon deze voorbereiding heel sterk eruit te komen. En mijn steentje bij te dragen aan het team. Of je eigen spel tevreden vanavond? Ja, was oké. Kan altijd beter. Tot slot, je moest er heel iets eerder af. Was het uit voorzorg of we zagen wel dat je even ging zitten ook? Ja, ik uit voorzorg ging ik eruit. Ik voelde wat in mijn lies. En uit voorzorg ben ik eruit gegaan. Ik hoop dat het allemaal meevalt. Maar uit voorzorg eigenlijk.